Nu, zoals afgesproken in het regeerakkoord, wordt er nu ook werk gemaakt van een hervorming van het ambtenarenstatuut. De onderhandelingen lopen op dit eigenste moment en ik geef die graag ook alle ruimte. Maar een onderdeel daarvan is de hervorming met betrekking tot het ziekteverlof. Het systeem daarvan zou worden gelijkgeschakeld met contractuelen. En het werd er iets opgemerkt door collega De Ridder, ik denk vorige week, op een debat, dat er eens die hervorming is doorgevoerd, eigenlijk nog maar één beroepsgroep overblijft die wel een volledig loon krijgt, uitbetaald tijdens ziekte, en dat zijn wij zelf, wij als parlement. Ik ben ervan overtuigd dat we jullie hier allemaal in meegaan dat wij zelf het goede voorbeeld zouden moeten geven en dat we de komende maanden dan ook de koppen moeten bijeensteken om daar een oplossing aan te bieden. We moeten het principe dat we toepassen op anderen ook durven op onszelf toe te passen. En we zullen daarvoor dan ook initiatieven nemen om daar naartoe te werken.